Hallo, mijn naam is Bart Kollaat. Vanuit de balie in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van die gelijknamige vrijdenkersvereniging. Floris van den Berg en ik gaan in gesprek over zijn meest recente boek. Hier staat het, recalcitrant, tegendraads filosoferen tussen wanhoop en geluk. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft, voor zover u het nog niet heeft gedaan, klik op like en abonneer. Flores, Hoi. gefeliciteerd alweer met ik men je twintigste boek dat dit ja, is, klopt, Ja, klopt dat nummer is wel twintig. een mijlpaal. Ja, zeker, dankjewel. Ja. Waarom heb je recalcitrant geschreven? Om je twintigste te schrijven, of was er ook nog zo van een inhoudelijke reden? Ja, dat is een grappige vraag waarom, of een inhoudelijke reden is. Kijk, ik schrijf, je een wilde beetje, twintig boeken schrijven, begrijp ik. Ik schrijf uit, ja, uit innerlijke drang, ik schrijf gewoon door. Uh, en recalcitrant hoort, ik heb. In mijn oeuvre van boeken, als je twintig hebt, heb je misschien wel een oeuvre. Mm -hmm. Dan heb ik verschillende soorten boeken. En de recalcitrant behoort tot de uh, gebundelde essays. Uh, en ik schrijf dus regel regelmatig essays. En eens in de tijd bundel ik ze. Nou ja, nee, en dan organiseer ik ze, herschrijf ik ze. En dan zijn het essaybundels. Dit, dit is een cultuurfilosofische essaybundel uh, met beschouwingen over onze tijd. Ja. En waarom heet het boek dan recalcitrant? Nou, ik begon dus die, die essays te bekijken die ik had geschreven van de afgelopen jaar, hun, en die begon ik te ordenen. En toen dacht ik ja, ze zijn voor een deel toch in de ogen van mensen recalcitrant, omdat de, de inhoud uh, dat het tegen de haren ingaat, maar ook wat toon misschien wel dat mensen dit als recalcitrant ervaren. En toen dacht ik ja, maar recalcitrant is misschien niet altijd slecht toen dacht ik, ja misschien zat de rode draad in, in mijn essays. het recalcitrant zijn. Ja. En dat is wel interessant, want je zegt dat zijn beschouwingen. Ja. Maar die beschouwingen kunnen dus ook op een bepaalde manier worden opgevat. Ja, natuurlijk. Als ik, 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 ik ben een ethicus. Dus ik kijk met een morele bril naar onze samenleving. wat ik denk. en waarvoor ik argumenteer. wat goed en wat slecht is. Maar daar, daar zijn de meningen over verdeeld. En aangezien. en ik denk dat ik. Helaas, ja, dat over de standpunten die ik inneem, zullen veel mensen extreem vinden, of of raar vinden, of niet mm -hmm. normaal vinden, of onethisch vinden. En dat streeft, dat strijkt mensen tegen de te haren in en mijn directe stijl, waarschijnlijk ook. Maar mm -hmm. ik wil, dus ik dacht, dan zet ik het maar gelijk op de titel, dan weet je waar waar het over gaat. Wat over gaat? maar vind je je stellingen of je standpunten extreem? Ja, kijk, je vindt jezelf eigenlijk altijd normaal, mensen, Dat is iedereen. Maar het gaat erom, ik zie wel, als je jezelf op een spectrum plaatst van waar de meeste mensen zitten en waar ik zit, dat dat waarschijnlijk. Ga je op eenzame hoogte? Nee, zo zou ik het niet willen noemen, maar het is, kijk, als je nadenkt en heel consequent vanuit een logisch-rationeel perspectief, vanuit wat ik noem een, vrij, een eco-humanistisch-liberaal vrijdenkersperspectief, ja, dan zie je dingen toch wel op een andere manier dan, dan de meerderheid. Ja, en dat kan rekensitrant overkomen. Of als vervelend worden. Opgeval. Of vervelend. Maar ja. ik wil dus laten zien dat het ook wel belangrijk is dat er dwarsdenkers zijn. Mm -hmm. Maar ja, dwarsdenker moet. Ik, ik, ik hoop, ik probeer een dwarsdenker binnen de lijntjes van de reden te zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen dwarsdenkers. Die dwars gaan liggen om het dwars liggen. Maar ik ja. vind wel, je moet je aan heel scherpe, strenge regels van de logica, argumentatietheorie. De, de uitkomsten van wetenschap. Daar moet je aan houden, denk ik. Dat probeer ik. En ik sta open voor kritiek als dat niet zo is, als ik ergens een fout maak. Ja. Voorafgaand voor, vooraf aan deze podcast, toen zei jij: Rekelsitrand is echt een vrijdenkersboek. Waarom is dat zo? Kijk, ja, dat, kijk dat is, die vraag zelf is natuurlijk ook weer: kan je je over nadenken? Is, en mensen kunnen daar al van mening over verschillen. Maar vrijdenken gaat over dat je in principe over alles. Na kan denken. Anton Constance heeft ook eens gezegd: De een grote vrijdenker in niets neutraal. Ja, ik heb over veel dingen. Um, kijk, ik, 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 ik leef mijn leven en ik schrijf daarover. Over de dingen die ik. De boeken die ik lees, de dingen die ik in de krant lees, die ik meemaak. Um, ja, en daar probeer ik dan een mening over te formuleren. Mm -hmm. uh, en dat, nou, dat leidt dan onder andere tot dit boek. Ja. Dus het is een zelfreflectief boek. Maar ik hoop ook dat ik mensen. Ook al beter niet mee eens, dat je dan in ieder geval van jezelf dan denk je, ja, maar waarom ben ik het niet mee eens? En dan ben je aan het argumenteren en dan ben je ook aan het vrijdenken. Dus... Ja, want dat zit ook in die ondertitel, het tegendraads filosoferen. Dus je, dus je durft ook te filosoferen tegen de draad in... en misschien wel tegen dingen die, die veel mensen denken. Maar niet op een manier van, jij moet nu dit vinden. Uh, maar meer als een uitnodiging voor debat of zo? Nou, dat is al vriendelijk gezegd, want ik vind natuurlijk wel dat ik gelijk heb. En ik, en ik hoop natuurlijk he? wel dat mensen het boek le en lezen en denken, oh, ik ben overtuigd door de argumenten. Maar mensen en mogen dat, iets anders vinden. Natuurlijk mogen gaat... het anders vinden, ja. Ja, natuurlijk. En dat, dat is, dat is dat buiten kijf. Ja. En ik, nou, ik daag mensen ook uit. Daarom probeer ik het zo expliciet mogelijk te zeggen welke denkstap ik maak, zodat mensen zeggen, ja, daar ben ik het niet mee eens. Of, ja. of, of met die bron ben ik het niet eens. Maar ik weet ook van jou, van eerdere boeken, als je een keer een negatieve boekrecensie krijgt, vind je dat ook prima? Ja. want dat natuurlijk natuurlijk ja. dat maakt me ik, ik, ik ja. hoop alleen maar dat hoop ik elke schrijver maar ik hoop dat, dat, dat je met zo'n met deze ideeën dat mensen daar zich toe kunnen verhouden maar ook positief wat aan kunnen doen want ik hoop ja. dat ik dus, dat dit boek ook over levenskunst gaat dus ja. in die zin dat het ook over humanistische of kunt gaat. Het is het, het ondertitel heet tussen wanhoop en geluk. Ja. En het gaat ook echt over geluk. Ja, ook ja. over wanhoop. Maar ik bedoel, het heeft die beide Allebei. componenten erin zitten. Het is wel een positief ja. als een negatief boek. Met een traan en met een lach. Ja, prachtige cover ook trouwens, dat te tezijde. Dank je. Um, dat is voor uitgever aspect. Heet ja, dat ja, gemaakt. Ja. Dus complimenten wie complimenten toekomt. Ik hoor dat je reclame gaat maken. Fantastisch. Um, uh, en misschien is het goed om dit ook nog te benoemen. Kijk, mocht u deze podcast luisteren of horen voor... 17 februari 2024 kunt u nog naar het symposium gaan met de gelijknamige titel als dit boek. Um, en daar zullen best veel sprekers komen, begrijp ik. En nou, niet alleen sprekers, maar ook artiesten ja. um, die iets hebben met uh, recalcitrantheid, als dat een woord ja, is. Ja, recal, die, die, die recalcitrant zijn. Recalcitrant en die zijn... Ze mogen een thema belichten wat ze zelf denken dat recalcitrant is. Dus ja. het is een platform van... Rekelsitrand vrijdenken, want het is natuurlijk wel allemaal vrijdenken. Dus, dus dat is interessant. Ja. Maar heel denken. leuk. De vrij gedachten organiseert het. Ja, uh, website van de Vrijgedachte. Kunt u kunt u meer informatie vinden. Dan over het boek zelf. Het eerste deel van het boek, Delirium. Uh, uh, wie is waarover verwacht? Ja, kijk, dat is natuurlijk. Je moet het een klein beetje, een klein, klein beetje, beetje, uit, beetje. Uit, uitleggen. Kijk, uh, ik, ik zelf denk wel eens. Kijk, als je heel veel denkt wat andere mensen het omgekeerde van wat heel veel mensen denken. Mm -hmm. Dan denk je soms, van ja, wie is er nou gek hè, eigenlijk? Ja. Van, wie is. En, en natuurlijk, de, ik ben niet gek, zei de gek, zeg maar. Dat, ja. dat is altijd van de vraag. Maar ja, dat vind ik toch wel een, een punt. Zeg maar. Dus de van, ja, ja. Te, dat, nou, te, dat benoem ik me daar wel in van, van ja, expliciet ja. van dat delirium. En ik hoop ook echt, omdat ik ook wanhopig ben over bijvoorbeeld... Uh, uh, veel dingen die zich in de wereld afspelen, de, 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 de komende oorlogen die gaan komen, het einde van het interbellum, de milieuproblemen. Um tal van dingen waar ik me zorgen over maak, dat ik denk. Aan ja, de andere kant hoop ik ook dat dit een delirium is en dat ik het gewoon helemaal fout heb. Maar heet het eerste deel delirium omdat jij hoopt dat jij het fout hebt of heet, heet het delirium omdat mensen verwacht zijn of het verkeerd hebben? Ja, kijk, dat is dat, dat laat ik in het midden natuurlijk, zeg maar, oh, hoe ja. je dat interpreteert. Dat is wel spannend. Dus je wil, je wil nog dat mensen het gaan lezen ook. Ik hoop dat mensen daarover over nadenken. Kijk, mijn hoop, dit boek is bedoeld om mensen op een denkspoor te zetten. Of dat ze ook geenthousiasmeerd maken voor, voor, raken voor kunst. En kritisch zijn en durven ja. zijn. Dus het is ook een self-empowerment boek. Oké. Okay. Wow. Zo Zoals wow. ik nog niet gezien Dat is wel zo'n zo krachtterm weer. Ja. Deel 2, je gaat niet wegkomen met hetzelfde antwoord. Dat zeg nee. ik er alvast bij. Deel 2, compostment is. Gaat over het bij het verstand zijn. Ja, dus, He? Ja. Het uh, composement is ook van als je geen drugs en drank genomen hebt, dat je helemaal, uh, helemaal clean bent. Dus je, je gedachten uh, zijn helemaal helder. Ja, je bent helder, je bent goed bij geest. Ja. In hoeverre uh, is het de lezer die een ontwikkeling doormaakt in jouw boek, die bij verstand, bij kennis raakt? Ja, dat, dat is, dat is dat het? Dat is ook hè, dat de mensen, je ja, hoop. Dus, 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 dus de lering is de inleiding, de, de, de voorbeschouwing eigenlijk over. Mm -hmm. Uitzoomen en, en mijn, mijn visie daarop of mijn angsten daarvoor. En is dat zijn alle essays die gaan over iets in de wereld. met een duidelijke, mm -hmm. uh, ja, hopelijk met een heldere geest geschreven. maar misschien die ook wel leiden dat mensen weer composmentus worden. Dat, is, ja. dat zijn die. Uh, dat, ik, ben, ik hou heel erg van duidelijkheid, maar in de titels van de delen hou, hou ik van de ambiguïteit. Oh ja, en waarom? Omdat juist dat, dat, dat juist mensen aan het kan denken. Ja, hoe bedoelt hij dat nou? Ik, hey, je kan het op verschillende manieren interpreteren. Ja, dat is juist. Ja. Dus daar vind ik het wel mooi. Maar in, ja. de, in de individuele stukken ben ik wel hopelijk heel erg duidelijk. En dan vermijd ik juist ambiguïteit. En wat als je lezer die termen nou niet kent? Ja, dat hoop ik. Kijk, dat is ook een deel van beelden. Ik hoop wel dat mijn boek voor een breed publiek toegankelijk is. Maar juist die termen van de delen, Voor het laatste deel heet Parerga, dan mm -hmm. ben ik gewoon aanhangsel, mm -hmm. uh, dat kan je gewoon in een, in een mooi woordenboek opzoeken. Ja. En ik hoop dat je daar wat aan hebt dan. Uh, ja. dus, uh, en waar, maar dat is interessant, maar waarom noem je het dan niet aanhangsel? Omdat parega vind ik, een, het is een Nederlands woord, dat komt wel mooi. Het, het is ook een refereert naar een boekje van Schopenhauer, zeg maar. Ja. Het heeft er veel meer een literaire context uh, Aanhangsel er, lijkt gewoon op aanhanger of zo. Precies. Ja, dat nee, zo, dat niet, is niet heel bijzonder. Nee, nou, dus, dus ja. ik hoop ook ik, dat je... Ik hou van leesbare boeken, maar het mag best wel zijn dat binnen een leesbaar boek dat sommige termen dat je opzoekt. Ja. Omdat ja. die er zijn. En die zijn ja. mooi, dus waarom zou je ze die niet gebruiken? Nou, zo is het. Het is dan mooi ja. om mensen ook. Je wil ze niet alleen ideeën meegeven, maar als je ondertussen ook nog mooie woorden kan. Um... Ja, en, dan hoef je, en anders ja. lees je er gewoon overheen. Want dat maakt ook niks uit de nee. die door. door, door, ja. door. Je, je, kan, je, je kan ook het boek lezen zonder dat je die begrippen helemaal ja. begrijpt. Hoe zit dat met je eigen ontwikkeling? Hè? De ontwikkeling van verwachtheid naar bijverstand zijn of helder van geest zijn. Ja, dat vraag ik weet niet of ik helder van geest ben. In ieder geval niet al. Daar kunnen zo... de de kijkers ja, op YouTube precies, dus, in ieder geval dus, comments dus, over geven. Ja, dus 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 dat delirium van waar, dat gaat me echt over mijn eigen gemoedstoestand en hoe ik me voel en verhoud tot de wereld. En dat is heel ambigu. Want aan de ene kant ja. ben ik heel positief over heel veel dingen en hè, en ik ben ook mijn eigen leven. Ik ben echt ik leef een gelukkig, voldaan, echt prima leven. Ja. En om me heen ook allemaal. Familie, vrienden, allemaal ja. prima. Maar als je uitzoomt en, en, en dingen in historisch kader plaatst, uh, dan zie je toch wel uh, behoorlijk wat problemen komen. En ook heel veel leed, wat er echt is in de wereld. Ja, en, en wat, waar je natuurlijk voor je, je kop in het zand kan steken, maar je kan dat ook benoemen en kijken wat ik eraan kan doen. Mm -hmm. En misschien kan het niet veel, maar toch wat je kan doen. Want ik hoop echt. Uh, uh, Mensen ook aan te dus zetten, niet alleen ikzelf, maar dat we met z'n allen proberen, kijk, hoe we met elkaar samenleven is mensenwerk. En we kunnen op een fatsoenlijke, mooie manier met elkaar samenwerken en het beste in elkaar boven brengen. Of we kunnen elkaar de kop inslaan en elkaar onderdrukken, afschuwelijke dingen doen. En ik denk dat we, ik hoop wil aansporen, dat is een humanistische gedachte, dat we dat allemaal kunnen doen en dat we dat misschien wel iets meer kunnen doen dan dat we het doen, want we zijn een beetje eigenlijk verwend. Uh, navelstaardig of Netflix stadig aan het worden dat we gewoon ja, op de bank zitten verder niks doen je mag natuurlijk genieten en je mag af en toe uh, relaxen maar het is ook goed om je af en toe in te zetten voor Amnesty International voor de Vrij Gedachte voor een politieke partij uh -huh. voor een feministische organisatie noem maar op um, de wereld gaat niet vanzelf richting het goede eerder de wereld glijdt makkelijk weer tot het slecht ja en je schrijft in Erik, als citrant je zei het al over heel veel essays. Het is best een dikke van de berg. Het is niet de dikste nee. bij Farnat. Um, maar je schrijft over heel veel onderwerpen. Onder andere over wetenschap en de academische wereld. Er gaan een aantal essays over. Ja, klopt. Um, je houdt een pleidooi voor academisch atheïsme. Ja. Wat is dat? En waarom hou je er een pleidooi voor? Dat het woord atheïsme is eigenlijk op de universiteiten met uitzondering. Maar het is over het algemeen een taboe wordt. Het wordt niet gebruikt, zeg maar. Het wordt. Er wordt wel gezegd dat als je filosofie studeert dat er atheïsten zijn, maar niet het standpunt atheïsme wordt eigenlijk niet genoemd. En terwijl ja. eigenlijk, als je erover nadenkt vanuit vrijdenkingsperspectief, is wetenschap en atheïsme zijn liggen in elkaars verlengde. Ik bedoel, eh, eigenlijk is het zo dat kritisch nadenken leidt tot atheïsme, en maar daar wordt eigenlijk nooit aandacht aan besteed en ook dus niet. Een academisch onderbouwd atheïsme is er eigenlijk niet. Ik, als, uh -huh. als tegen, er is het wel, er bestaat wel. Herman Philipsen, uh, inmiddels emeritus hoogleraar... heeft, heeft enorm doorvrocht uh, atheïsmeboeken geleverd. Uh -huh. uh, ik vind ook dat dat belangrijk is en er moet er zijn. Maar eigenlijk is het dus een beetje min of meer taboe. En ik vind dat dat taboe doorbroken moet worden. Ja. Ja, en dat we gewoon openlijk atheïst kunnen zijn... en ook kunnen zeggen dat, dat religie en wetenschap... zich verhouden als water en vuur... Uh, en ja, daar wordt religie wordt op. Waarom? Even voor de. Voor de ja, nou, de kijk, wetenschap gaat over kennisclaims waarvoor uh, goede argumenten te geven zijn, waar empirische onderbouwing voorheen. Religieuze kennisclaims uh, voor bestaan van entiteiten uh, zoals go Goden, daar zijn geen argument, geen empirische argumenten voor, geen logische argumenten voor. En de argumenten die ervoor gegeven worden, zijn allemaal uh, uh, snijden geen hout. Ja, uh, dus. dus die, die, die twee, die um, bijten elkaar. Dus het is wel interessant om te zien dat wetenschap kan wel uh, zeggen wanneer God ontstond. God ontstond toen mensen taal hadden, dus toen de mensen zijn, ongeveer, weet ik veel, lopen als, als herkenbaar menselijk een paar honderdduizend jaar op aarde, maar op een gegeven moment, pas toen ze taal kregen, uh, toen gingen ze ook Konden ze meer uitdrukken, maar ook dingen verzinnen. Je moet een fabeltje kunnen delen, toch? Ja, en Omdat dat fabeltje uh, is ja. dus, een van de eerste fabeltjes die ze gingen delen, was goden of animistische goden. Dus, dus, op, dus God is ontstaan toen mensen genoeg uh, capaciteit hadden om dat met elkaar te delen en het fabeltje van God aan elkaar door te geven. Ja, oké. Okay. Um, een ander onderwerp waar je meerdere keer over schrijft, is de kwetsbaarheid van de democratie. Ja. Hoe toont zich dat? Nou, in ieder geval dat het aantal. Dus ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Het is belangrijk om te zien dat democratie heel recent is. Van de afgelopen 200 jaar in Nederland, of misschien nog iets minder. Dus het is heel recent dat het aantal democratieën ook niet gegarandeerd is dat het toeneemt, maar dat kan ook afnemen. En een democratie kan ook makkelijk weer vervallen tot een. Ja, niet alle, alle andere vormen van zijn niet democratisch. Uh, dat kan, kan een uh, oligarchie zijn of een autocratie, een dictatuur of een theocratie. Maar het is allemaal niet democratisch. Dus als je niet oppast, uh, kan een democratie ook weer um, ja, vervallen. En heel veel mensen denken die ontevreden zijn, dan denk je gauw van ook in een democratie: van oh ja, maar dat ligt misschien aan het systeem. Hm. Uh, en dan, dan dat je daarmee ook het systeem in gevaar brengt. Kijk, bijvoorbeeld, dit is, we zijn nu januari 2024. Uh, het is grote kans dat als, als in Amerika Trump aan de macht komt, dat het een groot probleem is voor de democratie. Dus, maar maar gek genoeg wordt hij wel democratisch gekozen. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk om te zien dat democratie dus uh, ondermijnd kan worden door door door. Populist of iemand die dus, dus ook echt zegt dat hij sch scheid heeft aan democratische grondbeginselen, aan de uh, onafhankelijke rechterlijke macht, aan uh, verkiezingen zelfs. Uh -huh. um, en toch hebben dat, soort, hebben dat soort mensen veel aanhang. Dus, dus ik wil zeggen dat in een democratie is ook het gevaar dat we stemmen voor iemand die zelf niet democratisch is. En dat je daarmee de democratie in principe uit kan hollen. Je hoopt dat er. Instituten zo sterk zijn, zoals mm -hmm. toen Trump de eerste keer aan de macht kwam. Ja, het lukte hem niet af te zeggen, omdat de, de, omdat de, gewoon de instituten, za hij zat zo ingebed. Ja. Uh, de kans dat hij de tweede keer dat die, dat, dat, dat die instituten het houden, die, die, die acht ik niet zo groot. Nee, want wat, is de, wat, wat verwacht je dan? Ja, dat is wat hij zelf zegt. Hij, bedoel, hij heeft al ge ge gegrapt: uh, dictator voor een dag. Haha, zei hij. Ja. Uh, maar ja, goed, in die dag zou hij bijvoorbeeld al wel heel veel kunnen doen, zeg maar, om de democratie. Ja. Af te schaffen. Of, ja, ja. Uh, hij, hij is uit op wraak, zeg maar, dat soort dingen. Dat, dat soort democratie gaat natuurlijk helemaal niet over wraak op je mm -hmm. tegenstanders idealen. En dus, dus ik wil maar zeggen dat, dat um, ja democratie iets is wat we moeten koesteren. En democratie is ook niet, uh, gaat niet om perfectie. Dus, dus als mensen um, uh, gevoelens hebben van, van dat, ze, dat ze teleurgesteld zijn in een samenleving die democratisch is, dat, ze dan, dat het niet aan het systeem ligt. Maar dat is moeilijk om dat uit te leggen. Uh, dus je moet ook... Omdat je ook Trump aan de macht kan stemmen, waarvan ja, je zegt... Ja, precies. Ja. Oké, okay. ander onderwerp. Uh, een van je essays heet, het, uh, nee, heet Rechten voor bomen. Ja. Uh, in hoeverre moeten bomen rechten krijgen? Uh, ja, ik ben niet zozeer voor rechten voor bomen. Het gaat om het idee... Nou, het is gewoon zo'n clickbait-titel. Ja, nou, dat, dat, er zijn mensen die dat vinden, inderdaad. Kijk, um, maar het is wel een goede vraag van... Uh, welke dingen hebben waarde? Ja, en, wa en, en bedoel ik dan, en dan bedoel ik niet economische waarde, maar waarde op zichzelf. Mm -hmm. um, en is het zo dat bomen niet misschien ook waarde op zichzelf hebben? Uh, los van ons. En dat, dat je dus als je een boom om moet hebben, dat je echt goede redenen moet hebben. Maar niet zo alleen maar van ja, hij staat in de weg of ik heb hout nodig. Maar mm -hmm. ja, echt goede redenen om te zeggen dat, dat misschien. Ja, dat, dat wij, als je dus wel denkt dat bomen intrinsiek waarde hebben... Ja, dat we veel terughoudender zijn hoe we met de natuur omgaan. Uh, uh, we hebben dat nu wel een klein beetje met hele dikke eiken... die we dan ja, niet zomaar omhakken. Mm -hmm. uh, maar misschien het hele idee van wat is waarde en waarom heeft iets waarde... Mm -hmm. en recht is de dus, of... Ik wil zeggen, bomen moeten dus geen rechten krijgen, zeg je. Maar er moet misschien een beperking komen op... Uh... Nou. Het gaat, ik ik, ik ben denk niet zo pragmatisch. Het gaat meer ook om een houding die je hebt. Van mm -hmm. welke dingen hebben waarde? En hebben wij. We hebben, hebben heel erg menscentrisch. We vinden dat mensen waarde hebben en alleen mensen. Mm -hmm. en dus ja. niet, Ik pleit zelf, dus ook dat niet menselijke dieren ja. die kunnen voelen waarde hebben. Maar misschien moeten bomen, als we wat meer bomen waarde geven, zijn we terughoudender in hoe we met bomen en met bossen omgaan. Ja, nee, dat snap En ik. rechtig is alleen maar een methode om dat uh, juridisch gestalte te geven. En mm -hmm. ik denk niet dat het handig is om bomen recht te trekken. Nee, precies. Oké, okay, helder. Deel 3. Um, dan nee. is er plotseling weer verwarring. Ja. 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 Als er is een illusie. Een fata morgana. Ja. Uh, zo heet het deel. Waarover gaat dat deel? Dus ik en, en... Nou ja, Fata morgana is dat je bent in de woestijn... en je ziet iets wat heel mooi is. He? Dat je is heel bord. graag wil en hebben. Een oase wat ja. prachtig is. Maar het is niet water. echt. Ja, water. Ja, water. Uh, deel 3 gaat over theater. Uh, oh. Dus um, ik, ben, ik ben ook theaterfilosoof, in die zin, ik schrijf veel over theater. Ik heb een boek geschreven, Denk in het donker, mm -hmm. met alleen maar over theater. Maar ik ga door met schrijven over theater en ook ja. met de esthetica van theater. Wat moeten we met theater? Ja. Uh, maar ja, ik du duid het hier dus aan, al die theater-essays als Fata Morgana, van mm -hmm. ja, het is mooi, ja. maar het is niet echt. Maar het is interessant, want het begint dus met deel 1: die verwarring. Dan, daarna komt de lezer bij verstand of bij... Uh, is hij helder van geest en dan komt de Vater Morgana? Ja, dat is dus de kunst. Dus ja. zeg maar de, de, het mooie, maar het is niet echt. Of ja. maar, uh, dus dus ik, ik, ik probeer over kunst te schrijven en ik, met name dus over uh, theater. Maar dit boek schrijf ik ook wel dingen over musea. Mm -hmm. En ook over museumbezoek, over de antropologie van het museumbezoek. Um, dus wat je met kunst kan, wat, wat de rol is. En, en dat is ook die, die geluk die ik heb, dat ik denk dat we in een. Um, dat, dat kunst verdieping en bevrediging en geluk kan geven aan, aan, ja. aan, aan je leven. En ook meer ruimte aan, ook aan je emotionele ja. uh, um, um, uh, opvatting. Want we, we zijn allemaal natuurlijk geboren met een, ja, met, met een bepaalde mindset. En kunst kan dat he, die hele mindset helemaal uh, ja, openmaken. Ja. En waarom zou de, luister, de luisteraar of kijker nou over kunst willen lezen... Dat, nou, ik, ik, Moeten lezen. Nou, dat hoeft voor mij helemaal niet. Het, het kan, kijk. Ik wil laten zien. Kunst vooral, in theater zien mensen vaak ook als een barrière, dat ze mm -hmm. denken van ja, wat moet ik hiermee? En ik wil juist laten zien, dit kan je ermee. Als ja. je dat je, en de, de, de basisidee is dat je dat kunst en met name die moderne kunst, die, die, die rare kunst, zo maar zeggen, dat die Jouw mogelijkheden geeft om op een andere manier naar de wereld te kijken en over je gevoelens na te denken, zelfs als je het niet mooi vindt. Want mooi is ook maar één categorie, misschien zelfs. Kijk, die kunst, die moderne kunst is recalcitrant. Ja, die zou je kunnen helpen om um, blinde morele vlekken dat kan, op ja. te sporen. Ja, uh, volgens mij. Het eerste essay is Oda aan de Vulva. Ja, ja, dat is een, dus een, dat 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 vond ik um, Dat was dus een theaterstuk van een, van een feministische maakte... over de vulva mm -hmm. uh, met allerlei vrouwen. Uh, uh, die, maar het ging die kans uit... was groot. Wat zeg je? Die kans is groot. Die ja. kans is groot. Uh, maar, maar het was eigenlijk heel leers over allerlei dingen over praten over de vulva. Terwijl eigenlijk ja, dat, dat, wanneer praat je daar verder nou over? Ja, bedoel, bedoel dus mm -hmm. en, 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 een gesprek over de vulva en wat dat inhoudt en hoe dat ook cultureel is uh, en hoe we daarmee omgaan. Zo in het normalisering van de geslachtsorganen en weg met de taboes. Over, weg met de taboes, ja. ja. ja Oké. Okay. Um, in dit laatste deel, van het, ik mag niet zeggen laatste deel, want die aanhanger die komt nog. Hè. Um, je schrijft in dit deel over bloot, over het lichaam, over, um, ja. maar ook over het nut van lijden, over liefde, over verdriet. Wat is de centrale boodschap in dat derde deel? Nou, kijk, dat we, dat we ook een lichamelijk leven hebben. Dat we dus dat we ja. niet alleen in de geest leven, dat we een lichaam zijn. Mm -hmm. en, en dat we ook dat lichaam um, aandacht zouden moeten geven. Zowel dus het lijden van het lichaam. als ook het uh, genot van het lichaam. Het gaat ook over seks. Ja. Uh, en over bloot. En de normalisering van bloot. Of de, de, de positieve kant wat ja. je daarmee kan. Misschien ook zelfs de erotische kant. Ja. die je uit kan. Dus, de, kan buiten. dus, dus een humanistische levenskunt ja. die, die ook het lichaam omhelst ja. en de lichamelijkheid uh, erbij betrekt. Voor de luisteraar of kijker die er meer over wil weten... in het eerste seizoen hebben we twee podcasts opgenomen met Linda Duits. Eentje over bloot en eentje over seks. Ja. Um, dus daar vindt u meer. En eentje ook waar ik zelf bloot zit. En eentje waar die zelf bloot zit. Dus mocht u de beelden nog willen zien in YouTube... dat kunt u terugvinden. Um, Floris, ja, wat mij betreft komen we bijna tot een einde. Um, wat... Ja, op een gegeven moment heb je, hebt, je hebt besloten, ik wil dit boek gaan schrijven. Dat ben je gaan doen. Dan ga je heel veel schrappen. Ik weet hoe je, hoe je het werk gaat. Je gaat grondig te werk. Je laat het door heel veel mensen lezen. Uh, uiteindelijk is wat hier staat, is wat eruit komt. Ja. Wat is het belangrijkste voor jou wat in dit boek zit? Welke boodschap of is er een specifiek essay waar je heel veel waarde aan hecht? Nou ja, kijk, de basis, het openingscitaat is een citaat van Antonio Guterres, de, ja. de, de, de Secretary General van de Verenigde Naties. En die heeft niet eens heel lang geleden uh, gezegd, we are on thin ice and the ice is melting. Mm -hmm. uh, dat is de wanhoop. We hebben het in een andere podcast uh, over the tragedy of the commons, mm -hmm. uh, wat betekent dat we met de wereld met z'n allen moeten behoeden voor de toekomstige generaties en het Klimaat dreigt nu echt uit de hand te lopen. Uh, ja, dat is de wanhoop waar dit boek over gaat. Hè? Dus, ja. dus, de, de, dus die voel ik ook echt en daar heb ik ook last van. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, nogmaals, mijn eigen leven heeft het nog niet bereikt. Ik leef een gelukkig leven, maar ik vind dat we wel. Ja, ja de, we, we kunnen onze kop in het zand steken, maar dan. Ja. Waarom, we ja. hebben allemaal. De mensen die kinderen hebben. Waarom hebben we nog kinderen als we hun geen toekomst kunnen garanderen? Goed punt. Uh, tot slot, laatste vraag die ik voor je heb. Boek is opgedragen aan Johan Braakman. Ja. Waarom? Johan Braakman is een, een bevriende filosoof uit, uh, uit Gent. Uh, en uh, misschien wel leuk, ik probeer dus mijn boek eens op te dragen aan vrienden. Uh, uh -huh. En binnen. Als je zoekt naar mensen die gelijksoortige ideeën hebben over een breed vlak, is Johan Braakman daar wel één van. Hij is humanist. Hij zet, hij zet, uh, zet zich in voor milieu, uh, kritisch denken, atheist. Uh, dus ik put veel inspiratie uit, uit deze vriendschap. Uh, bovendien heb ik ook in dit boek een aantal spukken van hem besproken. Hij is ook uh, atheist van het jaar geworden. Daar schrijf ik ook over. Dus ik schrijf over Johan. En uh, daarom heb ik het boek ook aan Johan Braakman opgedragen. Floris, dankjewel voor deze podcast. Voor u als kijker en luisteraar, dank voor het uh, kijken, dank voor het luisteren. Klik op like en abonneer. En uh, als u het wil kopen, te koop overal, uh, in alle webshops, in sommige winkels, recalcitrant, tegendraas, filosoferen tussen wanhoop en geluk, uitgegeven bij uitgeverij. Aspect. En nogmaals, we zeiden het al, als u deze podcast luistert of kijkt voor 17 februari 2024, kunt u ook nog naar het gelijknamige symposium van de Vrije Gedachten komen. Floris, dankjewel, u bedankt, tot de volgende keer.